Hoe vindt het dan Dota? Ik vind het ontzettend leuk hier. Het waar is hartstikke mooi. De bands zijn goed, de sfeer is goed. Het is een beetje oud-waterachtig vind ik eigenlijk. De eerste jaren hier was het ook zo'n beetje. En, ik moet zeggen, tak hem hier een beetje weg. Ik vind het dan een geweldig feest. Gewoon gezellig, leuke muziek, maffe mensen, ik hou ervan. Ik hou van een beetje... Een beetje out of the box. Ja. Out of the box. Ja. Ja. Nou, dat. Frans, waarom bist u hier ooit bij het festival? Ah jongen, daar weet ik niet van. Dat is maar graag hoe dat uitkomt. Ik ben hier samen verzeild raken, nou ja. En ik zit hier goed, nou ja, dan jouw je rek maar wat al, net. Vind je de muziek wel wat leuk? Nee. Ah jongen, het is een vierste lood. Het schoort niet door de kap heen en neer. Maar... Nee, dit is me niks, ja. Nee. Een uniek ding dan, volgens mij? Ja, heel uniek. Ten eerste het plak natuurlijk. De Westrein. We hebben opgegroeid binnen Peter en ik. En dit plak heb ik een hele soort west. En nog sterker, mijn paken. Dit land wie vroeger van mijn paken. Dus het is echt op eigen grond steeds maar. Maar wat is het unieke wat je hem dwang in? Ja, dat is nou de oor unieke. Wij spelen het album niet te verliezen helemaal. En dat hebben we eigenlijk nog nooit in onze hele carrière gedaan. Wel nummers eruit spelen, maar nooit alle nummers. En er zijn zelfs nummers bij die hebben nog nooit live spelen. Dus dat is wel uniek. Dus dat doe je wel even oefenen van je om die nummers weer in de oor te krijgen? Ja zeker, we rekken daar gewoon. Dus we moesten wel even oefenen inderdaad. Ja. Binnen, op het terras, of waar dan ook. De Simmer strielt u die radio.